onschuldig. Ten opzichte van Pereira, de scheidsrechter, die deze wedstrijd overigens prima leidde. En hier een 1-2'tje tussen Zoetebier en Leeman. Mogelijkheid voor John Dahl Thomasson. En die schiet de bal onberispelijk binnen. Binnen luttele minuten heeft Feyenoord de zaak weer recht getrokken. Onno bezorgt de bal bij Thomasson. Van Hooydonk loopt terug. Thomasson geen buitenspel. En cool zoals Thomasson dat kan doen. Bewaart hij zijn rust, de rustige controle even met de knie, het nogmaals kijken en dan het zoeken naar de verre hoek waar de meeste ruimte ligt. Ik weet natuurlijk dat hij in de rug gezeten wordt door Christian Wurms. Maar Thomasson rond dit prima af.